Sherry, Rusnak en Van Nief komt mee. In het midden is Kieftenbelt vrij. Om maar eens uit te halen, Kieftenbelt. Dat schot is lekker van de hart met alle moeite. Antonia gaat diep. De Leeuw naar de eerste paal. De bal vliegt erin. Dat zal toch een mislukte voorzet zijn, lijkt me. Hij scoorde in Deventer op fabuleuze wijze namens Cambuur. Ja, dit doelpunt is op zich schitterend, maar lijkt me toch niet zo bedoeld van Albert Rusnak. Zijn eerste doelpunt voor Groningen. Hij kijkt, waar is de Leeuw? Lijkt me toch dat hij die zoekt, maar die bal zwabbert er zomaar in. Rusnak met de 1-0. Van Nief, Kieftenbelt. Dan is er pijn bij Amervoor. Ja, Groningen kan door. Amervoor ligt buiten de lijnen. Wat gebeurt er precies? Er lijkt weinig aan de hand, maar het gaat meteen naar zijn lies volgens mij. Hij heeft heel veel pijn, dat is duidelijk. Naar de man die door Amervoor uit de basis was gedrongen. Sven Nieuwpoort. Van der Laan kan nog net weghalen. Tiebling. Hij heeft toch steeds heel rustig aan de bal. Schiet zelden een bal blind weg. Pat. Rusnak laat slim lopen. Daardoor de Leeuw. Hakje is ook slim. Rusnak en Nieuwpoort. Het is een overtreding, maar voordeel. Rusnak geeft de bal. Antonia. 1 tegen 1. En dan dus naar zijn linker. En naast. Goeie aanval. Een intelligente aanval van Groningen. Met een overrol voor de Leeuw en Rusnak. Van der Hart. Oeh, dat is niet best. Sherry, het is buitenspel voor de Leeuw. Dus probeert hij het zo. En kan Van der Hart het nog corrigeren. Maar hij heeft de bal niet. De Leeuw kiest ervoor om door te gaan. En waarom ook niet? Hier is Kieftenbelt. Antonia, nog steeds het gevaar niet geweken voor Go Ahead. Van der Linden, Kappelhof, Antonia begon bij die bal van Van der Hart. En daarna is al 3 pogingen van Groningen gezien in korte tijd om tot dat doelpunt te komen. Uiteindelijk moeten ze terug. Kieftenbelt. Slordig balverlies van Kieftenbelt. Daardoor Kolder, 3 man van Go Ahead. In wild geschoten door de spits. En dan ligt er ruimte. Wat veel ruimte zelfs voor Groningen. De paas van Rusnak goed. Antonia heeft de Leeuw voor het doel. Voor de 2-0. Oh. De Leeuw helemaal verkeerd geraakt. Sherry. Kieftenbelt. Sherry. En nog net overgetikt door Van der Hart. Wat een ruimte geeft Go Ahead dan ineens weg. Lamboy. Antonia. Kappelhof komt mee. Groningen met 5 man eruit. Go Ahead heeft er 6 terug. Antonia. Sherry. Sherry! Dat scheelt niet veel. Rusnak. Hij gaat eruit. Maker van het enige doelpunt van de wedstrijd. Mahi meldt zich. Al een tijdje toegezongen door de Groningen supporters. Mahi meteen veert het publiek op, merk je hier in de Euroborg. Verwachtingsvol op het moment dat hij de bal heeft. Oh, ja, tegenstander op de billen gespeeld. En in het overzicht uiteindelijk Kieftenbelt. Schot geblokt. Sherry. Dat is vrij. Nog eens een hakje ook. Oh, mooi gespeeld zeg. Wat een fantastisch doelpunt van Groningen. Charon Sherry maakt hem. Na een heerlijke 1-2 met Antonia. Het begint bij Mahi die de tegenstander op de billen speelt. Maar dan dit. Hop. Achter het standbeen. Hakje. In één keer raken. En dan zou je zeggen moet Van Hart zijn voeten nog wel tegen krijgen. Maar slaagt daar niet goed in. En dus is het 2-0.
compleet met zijn eerste minuten voor Go Ahead. Het leek een kleine 20 minuten te worden. Het wordt een klein kwartiertje, omdat hij een tijdje heeft moeten staan wachten. Turic. Let zijn eerste actie. En nou, daar zit meteen Venijn achter. Dat lijkt de kans, ja. Een van de eerste keren dat Pat echt een redding moet verrichten. En het is ook de eerste keer dat Plet de bal raakt. Lamboy. Verhoek. Tibbeling, ja, goed gedaan. Kan nog steeds. Krijgt hij de bal nog bij een ploeggenoot. Hij blijft aan de bal, dat is al knap. Ja, goed gedaan. Eens te meer een uitstekende wedstrijd van Simon Tibbeling. Mahi valt erg lekker in. Mahi krijgt hij niet bij een ploeggenoot. Groningen wint van Go Ahead. Probleemloos. Het is een magere afspiegeling van de krachtsverhouding vandaag. 2-0. Groningen was veel en veel te sterk voor Go Ahead. Groningen heeft veel smaakmakers voor de tweede seizoenshelft. En dat belooft nog wat. Met ook nog toch die halve finale van de beker erbij.